Welkom in Herent op het koolzaadperceel van landbouwer Willy Ronsmans. Wij zijn Wim en Sarah van het praktijkpunt Landbouw Vlaams Brabant en gaan jullie hier rondleiden. Het is heel erg droog, dat moet ik jullie waarschijnlijk niet vertellen. Als je gewoon eventjes naar de bodem kijkt, dan zie je dat op het moment dat dit opgenomen wordt, we zijn 3 juni, is er nog geen druppel gevallen. Iedereen smacht naar regen, landbouwers in de eerste plaats. Ik hoop dat op het moment dat jullie dit bekijken, dat die deugddoende regen er gevallen is. Het is nu droog, maar dat was het eigenlijk ook op het moment dat landbouwer Willy Ronsmans hier dit koolzaadveld moest zaaien. De regel voor koolzaad is de oude stelregel, je zaait dat tussen 20 augustus en half september. Maar met de weersomstandigheden die we de laatste jaren krijgen, die verre van normaal zijn, moet je ook durven zulke richtlijnen een beetje in vraag te stellen. Willy heeft het aangedurfd om te wachten met zaaien totdat er regen in het vooruitzicht was. Dat was eind september. Velen zullen denken, oei, te laat. Nee, dat is heel goed uitgepakt. Als je ziet, zijn koolzaad staat er hier prachtig bij. Dus eind september gezaaid. Oktober is het beginnen regenen. En oktober was een nattere maand dan normaal. Wat betekende dat dat koolzaad vlot gekiemd is. Bij het uitkomen van de winter, we spreken dan februari tot medio maart, werd het plots heel erg nat. En daar houdt koolzaad niet van. Wie toen op een koolzaadperceel een keertje naar de koppakker ging kijken, die zag dat zijn planten paars-blauw kleurden. Vergelijk het met gerst. Wanneer die te natte voeten heeft, dan gaat de gerst geel kleuren. En plots, medio maart, dan vallen we van het ene uiterste, zijnde te nat voor de percelen, wat dat hier op het perceel van Willy Ronsmans weinig last van was, want het perceel ligt wat bolvormig, dus de afwatering is hier goed. Maar toch, andere koolzaadpercelen hadden er wel wat last van. En op die moment zijn we van het ene uiterste in het andere gevallen. Van te nat in te droog. Want zoals jullie weten, sinds half maart heeft het nauwelijks nog geregend. De april en de mei maand zijn zelfs de droogste aller tijden. Als ik het KMI mag geloven. Dat heeft zijn sporen nagelaten. Als jullie even kijken, ik ga jullie nu een bodemputje tonen. De ambitie was om de profielput te graven van een meter diep. Niet alleen om het vocht te vinden, maar ook om te kunnen tonen hoe diep dat die penwortel van koolzaad het vocht gaat zoeken. Ik ben er ofwel niet op tijd aan begonnen aan het graven, oftewel heb ik te weinig volharding. Maar mijn putje is niet dieper dan een spade. En als we dan kijken, eigenlijk zelfs op die spade diep, was ik ervan geschrokken hoe weinig vocht dat daar nog zit. En dat verbaasde mij een beetje, want koolzaad wordt voor de winter gezaaid en dat is bij weersomstandigheden als deze toch wel een duidelijk voordeel. Hè? Want net zoals bij wintergranen, ook bij winterkoolzaad, moet je in het voorjaar geen grondbewerking meer doen. Bij deze weersomstandigheden in het voorjaar niet in je bodem moeten roeren, betekent ook dat er geen vocht kan verdampen. Maar dan zie je dat het zo droog is geweest, dat eigenlijk een spade diep er hier al geen vocht meer te vinden is. Is dat nu een groot probleem voor dat koolzaad? Nee, want die penwortel kan veel dieper dan dit. En dan zijn we eigenlijk toegekomen aan de voordelen van het koolzaad. En die penwortel is de eerste. Maar zeker, er zijn er zeker nog meer. Daarnet vertelde ik dat die penwortel van koolzaad een voordeel is om vocht dieper in de bodem te gaan zoeken bij droogomstandigheden zoals we nu kennen. Het heeft nog een bijkomende troef, namelijk koolzaad laat ook de bodem in een heel goede structuur achter. Dat is een voordeel voor de teelt die erop volgt. In veel gevallen is dat wintertarwe. Die wintertarwe kan dan ook altijd vroeg gezaaid worden in goede omstandigheden, wat bijvoorbeeld na korrelmaïs niet altijd het geval is. Als ik dan andere troeven van koolzaad moet opnoemen, dan zou ik zeker bovenaan het lijstje plaatsen dat het een heel arbeidsextensief gewas is. De meeste koolzaadtelers hebben de klus kunnen klaren met 3 werkgangen, tenzij dat ze last hadden van voor de winter aardvlooien of bladluizen of bij het uitkomen ervan of gedurende de winter van slakken, dan moest er korrel gestrooid worden. Maar ik denk dat de meeste koolzaadpercelen in Vlaanderen met 3 keer erdoor te rijden met de tractor gekregen hebben, zowel naar meststoffen als naar gewasbescherming toe, wat ze nodig hadden. Koolzaad is niet alleen een arbeidsextensief gewas, het is ook een robuust gewas met een groot herstelvermogen. En dat betekent dat je, wanneer het toch een klein beetje dreigt mis te lopen, is het nu omdat je plaaginsecten in je perceel ontdekt of omdat er in een hoekje wel last is van duivenschade, dat je niet meteen hoeft te panikeren. Net zo goed als met de nachtvorst die we zowel 2 en 11 april hebben gekend als rond de ijsheiligen.
Als het koolzaad daar hinder van ondervindt, dan merk je dat die plant zich daar ook van herstelt. Bijvoorbeeld door een nieuwe zijscheut te vormen en harder te gaan vertakken. Dus arbeidsextensief en een groot herstelvermogen, ik denk dat dat twee parameters zijn die op een landbouwbedrijf zeker van pas komen wanneer dat er in het teeltplan ook teelten zitten die meer aandacht van de landbouwer vergen. Als Vlaams-Brabander ben ik best fier om te kunnen zeggen dat van het koolzaad dat er in Vlaanderen geteeld wordt, om en bij de 600 hectare, dat de helft daarvan, volgens de laatste cijfers 292 hectare, in Vlaams-Brabant groeit. Als je dan vergelijkt met het Belgische areaal, dan is dat nog altijd, in alle eerlijkheid, peanuts. Want in België groeit er het areaal schommelt tussen de 8.000 en de 15.000 hectare. Daaruit kan je dus afleiden dat onze Waalse collega-landbouwers, dat de koolzaadtelers bij uitstek zijn. Kijk je dan naar Europa, dan spreken we over een koolzaadareaal van 5 miljoen hectare. En wat is daar de trend? In Europa, waar dat in Vlaams-Brabant de belangstelling voor koolzaad er altijd al geweest is en misschien zelfs nog iets toeneemt, dan zie je dat de goesting bij Europese landbouwers om koolzaad te telen iets vermindert. Dus richting 2030 houdt de Europese Commissie rekening met een daling van het areaal met 6%. De prijstrend daarentegen, en dat zal landbouwers meer in de oren klinken, de prijstrend daarentegen, die zou richting 2030 eerder wat aantrekken. Als landbouwers nu me zouden vragen van wat is er met koolzaad verdiend, wel, dan geldt eigenlijk nog altijd de oude stelregel. De koolzaadprijs is ongeveer het dubbel van de tarweprijs en van koolzaad ga je ongeveer de helft torsen. Wat betekent dat saldo ongeveer gelijk uitkomt, het bruto saldo, maar dat je wel bij in het achterhoofd moet houden wat ik daar straks zei. Koolzaad is een arbeidsextensief gewas. Er zijn vaak wat minder kosten ingekropen op het vlak van gewasbescherming. Dus onder de prijs gaan er jaren zijn waar je van koolzaad op die manier meer kan van overhouden dan van tarwe. Elke koolzaadteler moet dat ook voor zichzelf uitzoeken. Op welke percelen koolzaad goed gedijt. Ik hoor van telers dat er percelen zijn waar ze bij tarwe geen hogere opbrengstverwachting hebben dan 7 ton, terwijl dat ze hun koolzaad toch 4 ton dorsen daar. Dan weet je dat koolzaad daar de betere keuze was. En sowieso, ook op je armere gronden wil je natuurlijk een zo ruim mogelijke teeltrotatie aanhouden. Die oude stelregel dat de koolzaadprijs het dubbel is van de tarweprijs, dat gaat nog altijd op. Wie nu op het einde van het verkoopseizoen zijn tarwe aanbood aan de handelaar, kreeg daar een 170, 180 euro per ton van. Kijken we dan naar Rouen, de fysieke koolzaadmarkt in Frankrijk, dan zie je dat koolzaad nu 2 juni 357 euro per ton opbracht. En kijken we dan een beetje verder vooruit naar wat dat de nieuwe koolzaad, zoals degene die hier groeit, kan opbrengen, dan moeten we ons oriënteren op de Matif, de Franse termijnmarkt. En dan zie je dat die voor de nieuwe oogst, augustus 2020, stelt die een prijs in het vooruitzicht van 373 euro per ton. Kijken we dan eventjes naar de afgelopen 12 maanden, dan zie je dat rond de jaarwisseling het koolzaad op zijn duurst stond, boven de 400 euro per ton zelfs. En ten tijde van corona, medio maart, toen zakte de prijs tot 330 euro per ton. We staan hier bij de rassenproef in Herent. We hebben hier een oriënterende proef met 10 rassen aangelegd. Er werd gezaaid op 12 september 2019 aan 55 zaden per vierkante meter. En in het voorjaar kwamen we de plantdichtheid hier tellen. Dat ging tussen 37 planten per vierkante meter tot 43 planten per vierkante meter. 37 voor het ras Angelico en 43 voor het ras Memory. Een ideale plantdichtheid is ongeveer tussen 20 à 40 planten per vierkante meter. En dat werd hier ook wel mooi gehaald. Wat betreft de bloei hadden we vroegere rassen en iets latere rassen. Bij de vroegere rassen konden we Helico en Exception zien. Bij de latere rassen waren dat Memory en Cristiano. Maar eigenlijk kwamen alle rassen ongeveer binnen de 2 weken in bloei. Dus de verschillen waren niet zo heel groot. Bij het einde van de bloei werden hier ook hoogtemetingen gedaan. Het kleinste ras was Tresor met ongeveer 145 centimeter. Het grootste ras was Memory met ongeveer 76 centimeter. We zien ongeveer een kleine 20 centimeter tussen de kleinste en de grootste planten. Dus dat is natuurlijk niet zo'n groot verschil op de lengte van de hele plant.
Momenteel zijn de houwen allemaal aan het afrijpen. Het is zo dat als er heel droge, hete dagen zijn in de zomer tijdens de afrijping van het koolzaad, dan kan de vochtmeting van het koolzaad eigenlijk een vertekend beeld geven. En wanneer dat die vochtmeting op de middag wordt gedaan, zijn de houwen eigenlijk al helemaal uitgedroogd door die warmte. Wanneer er dan bijvoorbeeld 's avonds nog eens een vochtmeting wordt gedaan, dan kan dat een heel ander beeld geven. Dus dat is wel iets waar dat zeker op gelet moet worden, omdat er idealiter bij een vochtpercentage van lager dan 9% wordt geoogst. Momenteel is het koolzaad aan het afrijpen. De oogst zou misschien ook een beetje vroeger kunnen vallen dan andere jaren. Bij het afrijpen van het koolzaad is er ook wel iets waar we op moeten letten. Wanneer het vochtpercentage gemeten wordt, kan dat een vertekend beeld geven op warme, droge dagen. Als het koolzaad helemaal is uitgedroogd op zo'n warme, droge dag, dan kan er bijvoorbeeld een veel lager vochtpercentage gemeten worden dan dat er bijvoorbeeld 's avonds wordt gemeten wanneer het gewas weer wat vochtiger staat. Wat betreft de opbrengstgegevens, dit is hier een rassenproef met 10 rassen. Wat dat we aanraden om een rassenkeuze te maken, is zeker te gaan kijken naar proeven die over meerdere jaren, over meerdere percelen worden gedaan. En daarin worden ook de gegevens van nog veel meer rassen opgenomen. Onze collega's van Jean Blou, die publiceren die cijfers. Zij verzamelen al die cijfers en je kan die vinden door op Appo Jean Blou te zoeken. Appo is de werkgroep van de oliehoudende gewassen in Jean Blou. En daar kan je die cijfers dus gemakkelijk vinden. Sarah vermeldde de rassenproef in Jean Blou. Wie de moeite doet om eens een kijkje te nemen naar de 5-jarige resultaten, ziet dat ook de experten van het onderzoekscentrum in Jean Blou er niet altijd in slagen om die topopbrengsten van 5 richting 6 ton per hectare te dorsen. Je merkt in hun gemiddelde dat dat voor het jaar 2018 liever bleef steken op 3,5 ton en voor 2019 op 3,8 ton. Dus wie er niet in slaagt van hier in Vlaams-Brabant 4 ton per hectare te dorsen, ik zou zeggen, krijg er alsjeblieft geen buikpijn van, want de afgelopen 2 jaar is het de experten van Jean Blou ook niet gelukt. We staan hier bij een stuk van het perceel waar redelijk veel duivenschade is geweest in het voorjaar. Dit was de toestand hier. Dit stukje hierachter zag er toen zo uit. Er was echt veel aan de planten gevreten. We staan hier dan ook vlakbij een bosje. Hier is een grote bomenrij. We dachten dat de planten zich niet gingen herstellen, maar zoals je kan zien is het enige waar dat er hier nog last van is, is een beetje onkruid. De planten hebben zich hersteld. Tot 2 weken geleden stonden ze nog in bloei, maar ondertussen hebben ze die achterstand eigenlijk ook wel ingehaald. Bij ons in Herent hebben we ook een klein perceeltje koolzaad liggen. Het is een vrij klein perceel, maar daar was de schade eigenlijk nog veel groter. Bijna heel het perceel was aangevreten. We dachten echt dat het helemaal ging mislopen, maar ook daar hebben we gezien dat het koolzaad zich hersteld heeft. Het enige dat je daar nog kan zien, is dat er bepaalde stukken iets kleiner zijn gebleven. Maar daarom is het koolzaad er niet minder ontwikkeld. Dus we willen echt wel onderstrepen dat de koolzaad een heel sterke plant is die van heel ver weg terug kan komen en zich helemaal kan herstellen. We staan hier bij het bosje aan het koolzaadperceel van Willy Ronsmans. Van hieruit hebben de duiven hun schade kunnen aanrichten. In Herent hebben wij wel wat ervaring met vogelafweer. Het witloof dat wij jaarlijks zaaien wordt ook wel gelust door de duiven. We hebben daar vorig jaar een test gedaan. Enerzijds werd er een stuk witloof afgedekt met netten. Anderzijds werd er een stuk witloof beschenen met een groen laser. We hebben toch wel gezien dat die groene laser een hulp kan bieden, vooral bij valavond, bij schemering. Het allerbelangrijkste voor de vogelafweer is natuurlijk van verschillende systemen naast elkaar te gebruiken, zodat de vogels zeker niet gaan wennen aan één bepaalde soort afschrikmechanisme. Naast het opvolgen van de rassen volgen wij ook de plagen en ziekten in koolzaad op. Vanaf het najaar tot aan de bloei zijn het vooral aardvlooien, slakken en bladluizen die een probleem kunnen vormen. De slakken en aardvlooien gaan zich vooral storten op de blaadjes. Dan zie je kleine gaatjes verschijnen in de bladeren. Voor de bloei moeten we vooral de snuitkevers, de glanskevers en de koolzaadgalmuggen in het oog houden. De snuitkevers, hun larven, die kunnen schade aanrichten aan de binnenkant van de stengels en vreten zich daar echt een weg door. De glanskevers kunnen zich eigenlijk, die storten zich op de ongeopende bloemknoppen en kunnen daar redelijk veel schade aanrichten. En tenslotte de koolzaadgalmuggen, die leggen hun eitjes af in de houwen, waardoor dat de larven daarvan de onrijpe koolzaadjes gaan aanvreten. Nu, wij volgen die plagen en ziekten op.
Maar we moeten eerlijk toegeven dat het onze indruk is dat het niet zo'n groot probleem is bij koolzaad. We zien hier en daar wel een beetje van die plaaginsecten terugkomen, maar over het algemeen kunnen we niet zeggen dat er heel grote schade werd aangericht op deze percelen. Ik wil u graag even tonen de schade die de glanskever bijvoorbeeld kan veroorzaken. Wanneer de ongeopende bloemen worden aangevreten, gaan er eigenlijk afgeknipte houwen gevormd worden. De vrucht komt eigenlijk niet tot ontwikkeling. En dan krijg je van die afgeknipte steeltjes. Maar we moeten toegeven dat dat iets is dat wij eigenlijk maar heel zelden waarnemen. Dus de schade die de glanskever aanricht leek in ons op ogen ook wel beperkt. Het is zo dat natuurlijk er wel behandeld kan worden wanneer deze plaaginsecten voorkomen. Vanaf dat die een bepaalde drempel overschrijden, kan er ingegrepen worden. Inherent behandelen wij bewust niet, omdat wij eigenlijk die insecten zo goed mogelijk willen opvolgen. We hebben daar bijvoorbeeld wel heel veel glanskevers waargenomen, maar zelfs daar kunnen we zeggen dat de schade van de glanskever op zich beperkt is gebleven. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant zullen wij in de toekomst ook veel meer koolzaad gaan opvolgen. Dit perceel werd tot nu toe opgevolgd door onze collega's van Inagro. En wij zullen in de toekomst dus de opvolging van de koolzaadpercelen in Vlaams-Brabant voor onze rekening nemen. Ik zou het met jullie koolzaadtelers en kandidaat-koolzaadtelers graag eventjes hebben over het belang van bijen. Ik hoop stiekem dat ik jullie daar niet van moet overtuigen, want dat is een duidelijke win-win. Bijenkasten in de buurt van koolzaad geven een imker meer honing. Diezelfde bijenkasten geven de boer meer koolzaad. Onderschat zeker dat belang van bestuiving niet. En naast de extra kilo's koolzaad die je ervan hebt, mag je er ook op rekenen, dat is de gangbare afspraak, dat de koolzaadteler getrakteerd wordt op enkele potjes honing. Ik had een gesprekje met de familie Torfs, dat zijn de enige professionele imkers in Vlaanderen. En het bedroefde me een beetje om te horen, zij voelen zich een beetje gedwongen om uit te wijken naar Wallonië, wanneer dat zij met hun bijen op zoek gaan naar het koolzaad. Dat heeft meerdere redenen. Daar groeit nu eenmaal veel meer koolzaad, de percelen zijn daar groter. Hij houdt zich aan een maximum van 5 bijenkasten per hectare. Een tweede reden is ook dat hij met zijn kasten de kersenbloei in Vlaanderen volgt en vervolgens in Wallonië, waar het koolzaad iets later bloeit dan hier, zo kan hij de ene bloeiperiode mooi laten volgen door de andere. Maar ik zou zeggen, doe als Vlaamse koolzaadteler zeker de moeite om een imker te vinden. Vind je die niet in de buurt, google dan een keer. Of een tip van de imker uit Heren bij wie ik dit potje kocht is, spreek desnoods de imkersverenigingen aan. Een annonsje in hun ledenblad, tijdig weliswaar in de winter, kan u vast en zeker op het spoor brengen van een imker die zijn bijenkasten op jouw perceel wil plaatsen. Deze hoort thuis in de rubriek tips en tricks. Koolzaad, dat zaai je aan zeer kleine hoeveelheden. Het gaat om een 2,5-3 kilo per hectare. Dat is verre van evident met de zaaimachines die landbouwers meestal in gebruik hebben. Idealitair heb je daarvoor een pneumatische zaaimachine ter beschikking. Waarom? Niet alleen levert die keurig zaaiwerk, maar die zaadbak heeft ook een trechtervorm. Wat wil zeggen, als je daar 3, 6 of 9 kilo inkapt, dat zie je liggen. Wanneer dat je die 1 hectare koolzaad gaat zaaien en je doet dat met een traditionele zaaimachine, wat wil zeggen een zaadbak die 3 meter lang is, kap daar 3 kilo in en je ziet hem nauwelijks liggen. En het zal een hele kunst zijn om het einde van het perceel te halen zonder zaad te vallen. Hoe lossen telers dat op? Meestal door wat zaaizaad extra te bestellen. Zaaizaad, dat in tegenstelling tot gewone koolzaad dat je oogst, je ziet dat dat gekleurd is. Maar dat is vrij kostelijk. Dat is een oplossing, dat is een goede oplossing. Maar spijtig genoeg, bestel je dan zaaizaad dat je dit jaar niet nodig hebt, ga je dat volgend jaar gebruiken, dat is overjaarszaad. Dat is niet ideaal. Via was mij van een landbouwer, die dat zo beproefd had, de tip ter oren gekomen van eigen koolzaadoogst een beetje bij te houden, dat in de microgolf te steken. En dat microgolven zorgt ervoor dat je koolzaad, dat die zaden dood zijn, dat die het niet meer kiemen. En vervolgens heb je dode materie van exact dezelfde grootte en vorm van je koolzaad-zaaizaad. En je gaat de twee mengen met elkaar. En in plaats van aan 2,5-3 kilo per hectare, kan je dan gaan zaaien aan
grotere zaaidichtheden, wat veel makkelijker haalbaar is met de meeste machines. We zouden geen proefcentrum zijn als we de proef niet op de som namen. Dat hebben we gedaan. Dus de wind speelt mee eventjes parten. We zijn dus aan het microgolven gegaan. Als u dat thuis doet als landbouwer, ik zou zeggen, maak goede afspraken met uw echtgenoten. Want wanneer we dat koolzaad 4 minuten gingen verwarmen aan 750 watt, dan begon het wel naar popcorn gaan te ruiken. Dan kleefde het ook aan onze lepel. Maar we zagen dat eigenlijk bij die kleine volumes, we hebben het gedaan met koffietasjes koolzaad, bij die kleine volumes was 4 minuten zelfs niet nodig. Want deden we een kiemproefje, dan zagen we, dit is de referentie zonder microgolven, dan zien we dat met 30 seconden er nog altijd zaden zijn die kiemen. Maar 1 minuut microgolven op 750 watt was bij een klein volume voldoende om al die zaadjes af te doden. Hoe groter de kom die in je microgolf steekt, mogelijk moet je dan naar 2, 3 of 4 minuten gaan. Ik zou zeggen, probeer het thuis, wees voorzichtig met de microgolfoven. En als je het doet, voordat je je dode koolzaad gaat mengen met zaaizaad, doe zeker alleszins ook zelf een kiemproefje. En zodra wij dit nog verder uitgeprobeerd hebben, houden jullie op de hoogte en kunnen we jullie nog preciezere aanwijzingen geven. Afsluiten doen wij graag met 3 tips. Akkerbouwers die voor een eerste keer koolzaad zouden willen proberen, begin met uw graanhandelaar te informeren. Iedereen ontvangt tarwe en gerst, datzelfde is niet waar voor koolzaad. Al was ik wel aangenaam verrast toen ik hier in de buurt van Herent de proef op de som nam. 6 graanstations hier het dichtst in de buurt, 5 van de 6 ontvangen koolzaad. Maar, dat hebben ze me allemaal ook op het hart gedrukt, ze weten dat graag dat je koolzaad teelt in de winterperiode al. Ze vinden het niet zo prettig als ze dat pas de week van de oogst, de telefoontjes van de landbouwers krijgen. Want dan is het ook moeilijk voor hen om hun planning te maken. Tweede tip is, wil je meer weten over koolzaad, breng dan zeker een bezoekje aan de LCG-website, LCG Koolzaad. Daar vind je onder meer een startersgids van de hand van onze collega's uit West-Vlaanderen van Inagro. En Sarah? En wij willen jullie graag uitnodigen op onze Open Velddag op 1 juli. De uitnodiging daarvan zal gepubliceerd worden in Landbouwleven en andere pers. En moesten jullie meer info willen of vragen hebben, dan kunnen jullie ons steeds bereiken op praktijk.landbouw@vlaamsbrabant.be. Bedankt voor jullie aandacht. En ik heb nog een primeur voor de kijkers. We hebben ons hart vastgehouden in het licht van corona, maar ik kan nu zeggen dat die Open Velddag op 1 juli naar alle waarschijnlijkheid zal doorgaan. En beter nog, de bezoekers gaan een ware VIP-behandeling krijgen, waar dat ze in kleine groepjes rondgeleid worden langs onze proefvelden, te beginnen bij het koolzaad.